Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag zaterdag 5 juni. Een groep van 23 Nederlandse artsen en verpleegkundigen is gistermiddag aangekomen in Suriname. De komst van deze artsen is een initiatief van de Nederlandse artsen onderling. In gesprek met het COVID-19-journaal geeft ambassadeur Henk van der Zwan ook te kennen dat er volgende week nog eens een missie uitgevoerd zal worden waarbij er meer specialisten zullen afreizen naar Suriname. Dit is tot stand gekomen, zeg maar, door een initiatief van Nederlandse artsen, soms Nederlanders, soms Surinaamse Nederlanders, die zeer begaan zijn met de situatie hier in Suriname, die via de media hebben kennis gemaakt met hoe de situatie hier is. En we weten allemaal, het is ernstig. En zo is het initiatief genomen. Wij willen graag wat doen. Er is contact geweest ook met het ministerie van Volksgezondheid in Nederland, met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Defensie. We hebben allemaal onze krachten gebundeld. En vandaag dus de eerste ploeg mensen, ook met een lading medicijnen die is aangekomen. En wij verwachten volgende week nog een missie met medisch specialisten, verpleegkundigen, medische technici. En hopelijk, en daar wordt nu hard aan gewerkt, kunnen we volgende week de eerste zending vaccins AstraZeneca ook naar Suriname sturen. De ambassadeur geeft verder aan dat hij merkt dat de vaccinatiecampagne vlot verloopt. Overtuigend geeft hij aan dat als de vaccins die de volgende week aankomen vanuit Nederland, de campagne nog sneller uitgevoerd zal worden. De vaccins, daar ben ik van overtuigd, als die eenmaal aangeleverd worden, dat Suriname heel goed in staat is. Ik weet dat er ook bijvoorbeeld teams van het Nationaal Leger klaar zijn gezet. Die zijn al getraind hoe vaccinaties toe te dienen. Dus ik ben ervan overtuigd, als eenmaal de benodigde vaccins hier zijn, dat die ook heel snel weggezet kunnen worden bij de mensen. De roddels en fakeberichten als zo Nederland overgebleven vaccins van het merk AstraZeneca doneren aan Suriname, weerspreekt ambassadeur Henk van der Zwan. Het is een overvloed aan vaccins die Nederland besteld had en aangezien er meerdere vaccins in Nederland worden gebruikt, vond Nederland nadat de Surinaamse regering het verzoek had ingediend voor het AstraZeneca-vaccin meer dan billig de donatie te doen aan Suriname. We hebben in Nederland heel veel, al miljoenen doses AstraZeneca besteld en ook weggezet bij de mensen, weggeprikt bij de mensen. En gaandeweg bleek dat we eigenlijk een overschot hadden, dat wij meer vaccins hadden dan we in feite nu nog nodig hebben. En met dat in het achterhoofd is ook gezegd, nou laten we het land wat het echt nodig heeft, laten we kijken of we dat kunnen overdragen aan Suriname. En we hebben expliciet van de Surinaamse regering 3 weken geleden het verzoek gekregen om alsjeblieft AstraZeneca te gaan leveren. Want dat is natuurlijk al wijdverbreid hier in Suriname. Mij zijn ook eigenlijk geen noemenswaardige nadelige gevolgen daarvan bekend. Dus ja, de vaccins die op dit moment, zeg maar, wat, ja, als ik het woord overtollig gebruik, dan heeft dat misschien bij sommige mensen een negatieve bijklank. Maar zo is het niet. Het zijn gewoon hele goede vaccins die wij op dit moment in Nederland even niet nodig hebben. En vandaar sturen we dat naar onze vrienden in Suriname die het wel nodig hebben. Met hetzelfde vliegtuig kwam ook een zending noodmedicatie mee. Een donatie van de Nederlandse overheid. Dr. Mark Sprenger is de missieleider en afgezant van de Nederlandse regering. Nou, de rol is dat ik namens de Nederlandse regering de delegatieleider ben. Ik ben de gezant voor de noodhulp aan Suriname. We gaan eigenlijk 2 dingen doen. We gaan in de eerste plaats gaan we direct helpen in de ziekenhuizen. Maar de andere kant is dat we ook gaan kijken welke hulp is verder nodig. En dan gaan we ook kijken naar de vaccins, zodat de vaccins hier kunnen worden ontvangen in Suriname. Ja, we hebben al natuurlijk begin deze week zijn er zogenaamde zuurstoffabrieken gekomen in grote containers. Plus ook allerlei persoonlijke protectiematerialen zoals gezichtsmaskers, handschoenen.
Vandaag hebben we bijvoorbeeld hele bijzondere geneesmiddelen bij ons. De geneesmiddelen die we moeten gaan gebruiken bij de behandeling van COVID-patiënten. Dat is heel erg belangrijk. De specialisten die zijn aangekomen vormen de voorhoede van een medische luchtbrug die Suriname de komende tijd zal voorzien van medisch personeel. Denise Tellig is infectioloog in het Rabaut ziekenhuis in de Sint Maartenskliniek en is daar werkzaam sinds 2004. Zij is de mede-coördinator van de missie. In Nederland werd een oproep gedaan aan specialisten om zich op te geven voor de missie. Denise Tellig vertelt aan ons hoe het eraan toe is gegaan. Ik had in 24 uur had ik denk ik wel 200 appjes op mijn ding. Ik denk dat ik in mijn mailbox ook wel 100 mensen had die zeiden, kan ik helpen? Op LinkedIn, op Facebook, ik wist niet eens dat ik daarop zat, maar daar waren ook allemaal mensen. Dus we hadden heel veel aanmeldingen, maar ja, dat overviel me enorm. Ik was gewoon aan het werk en ik dacht, oh. Dus, en Jeroen had dat ook en Malti Sorensien, dat is iemand die ons helpt vanuit Reinier de Graaf ziekenhuis. Dat is onze heldin, want zij doet de administratie achter de schermen. Ja, dat was overweldigend. En we hebben toen direct met VWS gesproken van, dat gaan we niet in ons eentje kunnen doen. He, want een heleboel mensen melden zich aan en we hebben heel duidelijk gezegd, nu, deze eerste week is het echt mensen die COVID-ervaring hebben. Dus echt mensen die op een afdeling hebben gewerkt en gevaccineerd. He, dat was, je moet gevaccineerd zijn om hier naartoe uitgezonden te worden. En je moet ervaring hebben op een COVID-afdeling. Of het nou IC is of cohortafdeling, maakt niet uit. Of je verpleegkundige, zaalarts, specialist. Maar we zoeken vooral zaalartsen en verpleegkundigen. Dat is echt nu wat we nog steeds zoeken. Want artsen kunnen we altijd wel een beetje. We zitten natuurlijk in dat wereldje, dus we kunnen best wel mensen vinden. Maar de verpleegkundigen. En ik moet zeggen, in vergelijking met de vorige golf, heel veel mensen met Surinaamse roots. Wat ontzettend gaaf is. Maar we moeten het natuurlijk ordenen. Hè? Sommige mensen kunnen passen over 2 weken. Dus het is een beetje rommelig nog. Maar we hebben nu 23 mensen bij elkaar gekregen in 4 dagen. 3 dagen. Dus dat is wel, daar ben ik best blij mee dat het gelukt is. En vrijdag hebben we ook al iets van 14 mensen op de lijst. Maar er komen nog meer bij. En dat moeten we eigenlijk voor morgenavond, moet ik dat met Malti en Jeroen, moeten we dat geregeld hebben. Dus ik ga straks in Torarica nog even achter de pc om dat uit te zoeken. Hoewel de Nederlandse ziekenhuizen ook nog steeds erg druk zijn vanwege COVID, hebben zij de tijd genomen om naar Suriname te komen en hun Surinaamse collega's te helpen de COVID-pandemie te bestrijden. We spraken ook enkele van de artsen. Nou, deze missie houdt vooral in dat we de Surinaamse artsen en verpleegkundigen gaan ondersteunen bij het bestrijden van deze hele ernstige COVID-golf die nu over Suriname heen raast. En dat gaan we doen met dit hele team wat hier staat. En dat zijn mensen uit allerlei soorten specialismen. Dus verpleegkundigen, artsen, microbiologen, mensen die in het laboratorium werken, maar ook medische, technische mensen. Omdat we hopen op die manier de capaciteit uit te breiden. Dus meer mensen toe te kunnen laten tot de IC's, tot de cohortafdelingen. En ook een beetje hopelijk de Surinaamse artsen te ontlasten van wat ze nu moeten verduren. Hè, met die continu aan het werk om die COVID te bestrijden. Heeft u 2 keer over nagedacht om Suriname te komen helpen? Nee, eigenlijk ik las afgelopen maandag het bericht bij ons in de media. En toen heb ik eigenlijk meteen Denise gebeld om te vragen of ze nog ruimte had dat ik mee kon. Dus eigenlijk niet echt 2 keer over nagedacht. Maar ik ben bij de eerste missie ook aanwezig geweest. In augustus ben ik een maand geweest. En in oktober, november ook nog 2 weken. En toen van de week weer de oproep kwam, dacht ik, nou, ik moet er weer heen. Ja, ik heb er niet over nagedacht. Nee, gewoon meteen ja gezegd. Okay, je bent al in Suriname geweest tijdens COVID. En toen je hoorde van hoe erg het is met de derde golf, wat ging er nu om? Ik vond het gewoon heel pijnlijk om te horen. En daar dacht ik ook meteen, ik wil gewoon weer helpen. Ik moet erheen gaan. Ik ken die mensen nu ook persoonlijk hier. En ik vind het gewoon heel erg jammer. Heel tragisch om te horen. Ja, dat zo erg is. Ja. Het enige wat ik dacht, ik meld me meteen aan. Ik kan niet thuis met mijn voeten omhoog gaan zitten, genieten van een rustige dag, omdat bij ons de corona minder is, terwijl het hier code zwart is. Dus ik hoop dat ik ook mijn steentje bij kan dragen hier in de ziekenhuizen. En voor mijn intensive care collega's hier de druk een klein beetje kan verlichten. We weten allemaal hoe zwaar het kan zijn. Ik zag die berichten weekend. En toen dacht ik, nee, ik moet echt gaan helpen, want ik woon pas daar. Dus ik dacht, ik moet hier echt ondersteunen, want het ging echt niet goed hier, wat ik zag.
Dus gelijk vrij geregeld en contact opgenomen met de missie. En ik kon ook vertrekken vandaag. Dus ik ga de IC hier ondersteunen. Nou, mijn moeder woont hier ook. En ik hoorde dat ze best wel hard hulp nodig hebben. Omdat vier analisten dag en nacht door hard aan het werk waren door corona. En toen, ja, toen heb ik besloten om toch naar Suriname te komen om een handje te helpen. Ik verwacht hele trieste situaties eigenlijk, waarbij er een zwaar tekort is aan zuurstof. Waar er af en toe beslissingen gemaakt moeten worden over, kan ik iemand wel helpen of moet ik iemand naar huis sturen? Met inderdaad de mogelijkheid dat die komt te overlijden aan corona. En wij hopen dat we toch een klein beetje verlichting ergens kunnen brengen. Ook met vaccins die eraan komen vanuit Nederland en medicatie. En inderdaad wat extra hulp. Want met extra handjes kan je soms net een paar extra mensen helpen. Dus ik verwacht dat de ziekenhuizen bommetje vol zijn met weinig medisch personeel voor het aantal patiënten. Ja, ik denk chaos. Ze moeten keuzes maken, want er zijn niet zoveel beademingstoestellen. Dus ik denk dat het toch hard werken wordt en een beetje chaos. Maar dat moeten we een beetje gaan ondersteunen, zodat we ook een beetje verlichting krijgen hier in de ziekenhuizen. De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gyadarsukul, zegt heel blij te zijn met de komst van de specialisten. Dat moet gaan maken dat de druk op onze gezondheidsmedewerkers wat lichter wordt. Hij geeft ook aan hoe het traject uitgezet zal worden. Het geeft me een heel blij gevoel dat wij ondersteund worden door onze collega's in Nederland en ook eigenlijk onze eigen Surinamangs die er ook een werk van gemaakt hebben om ons te ondersteunen hier in Suriname. Dus we hebben gesprekken gepland en het team die gaat ondersteunen. We gaan dat even uitzetten in het weekend en eigenlijk morgen al. En ook is er een hele programma gepland voor dokter Sprenger. Die is een specialist, is eigenlijk hoofd van de missie als het ware. En hij is heel ervaren en kan dan eigenlijk ons ook op diverse gebieden van advies voorzien. Dat is gepland, als ik me niet vergis, dinsdag of woensdag. En inderdaad is dat ook gepland om te kijken naar de situatie in de Keri en om ook het een en ander te bekijken. Welke mogelijkheden zijn er, welke verbeterpunten zijn er en dan moet het uitgevoerd worden. We willen van hieruit en ook namens het ministerie van Volksgezondheid en ook de totale Surinaamse gemeenschap de hele delegatie heel veel succes en power toe wensen. En onze hartelijke dank uitbrengen aan deze specialisten. Zo ziet u hoe ernstig de situatie is in Suriname. De gevallen blijven maar toenemen en jij blijft maar kijken naar wat anderen doen. En hoe ze het doen, laten we voor even daarmee stoppen. En met z'n allen kijken hoe we als Suranamangs uit deze ellende kunnen komen. Laten we Kraktina Bribi niet alleen gebruiken als Natje of Piggy Boy actie komen. Maar laten we het ook gebruiken om deze ellende samen te bestrijden. Hou je gewoon aan de maatregelen en aan de maatregelen die zijn aangekondigd. Ik wens u in ieder geval een fijn weekend toe. En we zien elkaar morgen weer bij een extra editie van het COVID-19 journaal. Waarin wij een koppel hebben die hun ervaring tijdens hun gevecht tegen het coronavirus met ons zullen delen. Tot morgen.